Ik lees een verhaaltje voor van Max en Millie. Een haai in bad. Max heeft een plan. Een heel grappig plan. Hij moet er zelf stilletjes om lachen. Hij zit in bad met een haai. Het is geen echte, maar een neppe. Met grote, scherpe haaientanden. Maar die zijn van plastic, dus hij bijt niet echt. De haai heeft ook een gaatje in zijn buik. Max houdt de haai onder water en knijpt zachtjes in de buik. Steeds wanneer hij knijpt, neemt de haai een slokje water. Knijp, slok, knijp, slok, knijp, slok. Tot de buik van de haai vol met water zit. Ha, nu gaat het gebeuren. Max roept met zijn liefste stem: Millie, kom eens. Beneden roept Millie terug: Wat is dat dan? Dat zeg ik nog niet. Eerst moet je komen. Het is nog een verrassing. Max giechelt stilletjes. Dan luistert hij. Komt Millie? Ja, hij hoort haar voeten op de trap. Ze komt steeds dichterbij. Max richt zijn haai op de badkamerdeur. Nog even, nog heel even. 3, 2, 1. Ja, daar is Millie. Max knijpt in de haai. Een straal water spuit Millie nat. Ze geeft een gil. Met een klap slaat ze de badkamerdeur dicht. Weg is ze. Max zit te schateren van het lachen. Wat een grap. Dat heeft hij toch maar mooi zelf bedacht. Millie's haar werd nat. Hij heeft het zelf gezien. Oh, daar is Millie weer. Voetje voor voetje loopt ze naar het bad. Met haar handen op haar rug. Max wordt een beetje ongerust. Wat heb je daar? Vraagt hij. Een verrassing, roept Millie. Ze haalt een plantenspuit tevoorschijn en begint Max nat te spuiten. Het koude water loopt over zijn blote vel. Oh, wat koud. Snel knijpt hij in de buik van de haai om Millie nat te spuiten. De buik is leeg, maar de plantenspuit gelukkig ook. Millie gaat weer weg. Bij de deur kijkt ze om. Zo, nou ben jij ook nat, zegt ze. Max gaat bijna kopje onder van het lachen. Ik was al nat, zegt hij.